Nou, we staan hier in het plaatsje Norristown. Dat is een voorstadje van Philadelphia. Hier woont ook Bill Cosby. En er wordt vandaag voor het eerst een strafzaak tegen hem aangespannen door een mevrouw. En die heet Andrea Costo. En er zijn wel 60 vrouwen die zeggen ik ben misbruikt of verkracht door Bill Cosby. Maar er is uiteindelijk maar van één strafzaak tot nu toe gekomen. En die gaat hier vandaag voor het eerst plaatsvinden. I'm here because I represent 33 accusers of Mr. Cosby. Only one of them will be permitted to testify. How many? I think it's going to take a great deal of courage to testify, but I expect them to have that courage. Ja, het is bizar. Er staat 2 weken voor gepland en eigenlijk zijn er helemaal niet zoveel getuigenissen, want het advocatenteam van Bill Cosby heeft kunnen voorkomen dat veel van die andere slachtoffers hier mogen getuigen. 2 weken lang zullen journalisten hier bivakeren. Het meest emotionele moment, denk ik, van de 2 weken zal zijn de getuigenis van Andrea Constant zelf, die dan haar verhaal zal doen wat er precies in dat huis van Bill Cosby heeft plaatsgevonden. Ze heeft er al wat dingen over verteld, dat hij haar dus verdovende middelen heeft toegediend en daarna dus misbruik van haar heeft gemaakt. Bill Cosby zegt, die seksuele relatie hebben we gehad, maar het was van haar kant vrijwillig. En het zal dus moeilijk worden om dat precies te bewijzen. I do expect a very, very vigorous cross-examination by the defense. They're highly paid. Mr. Cosby has millions to spend on many, many attorneys to represent him, not only the ones who are in the courtroom today, but behind the scenes. And so they will do everything to attempt to attack her. Nou ja, hij was natuurlijk ooit America's favorite dad, maar er is bijna niemand meer die hem nu gelooft. Zijn reputatie is heel snel aan het afbrokkelen. Als hij bepaalde shows gaf in theater, stonden er altijd veel demonstranten de laatste jaren. Er is een heel klein groepje dat nog wel in me gelooft. Onder andere die tv-familie uit de Cosby Show, een paar leden daarvan, zoals Claire Huxtable. En zijn eigen vrouw schijnt nog wel in zijn onschuld te geloven, al is zij hier vandaag nu nog niet aanwezig. Die Claire Huxtable die wordt nog wel verwacht later deze dagen.